over de huidige rentepercentages kan je zeggen dat banken dat vaststellen op basis van een risico-inschatting. En als de bank denkt dat je als ondernemer een kleine kans maakt dat het niet goed gaat, dan heb je, betaal je een veel lagere renteopslag dan wanneer je een grote kans maakt op omvallen. In de ogen van de bank hebben we zien. De banken meten dat continu, zijn het ook verplicht om dat continu te meten. Waar het goed is om met de bank over te gaan praten, is van hoe schatten jullie mij nou in? En wat zou ik eraan kunnen doen dat het risico naar beneden gaat? En dat gebeurt ook veel te weinig. Ondernemers accepteren te snel een aanbod van de bank in plaats van dat ze gaan praten van waar is dat nou eigenlijk op gebaseerd? Dus je mag veel kritischer zijn naar die accountmanager. Zorg dus voor dat je, want dat was tijdig bent met je kredietaanvraag. Wanneer heb je het geld nodig? Het is handig om 2,5 of 3 maanden van tevoren al aan te gaan kondigen dat je met een aanvraag komt. Vraag gewoon ook eens aan die bankmedewerker, wat heb je nou echt van me nodig? Hè? Bij innovatief project is dat heel wat anders dan wanneer je voor een winkel met iets begint. Dan weet die bankman ook dat het eraan komt. Kan hij zich daar ook een beetje voorbereiden? Want een gemiddelde bankier moet toch aardig wat plannen beoordelen en heeft daar niet zoveel tijd voor. Hè? 2-3 uur, dan moet het toch wel gebeurd zijn bij die bedragen tot 100.000 euro. Dus als de bankier dan zich eerst helemaal door jouw verhaal moet lezen en dan nog niet snapt waar het over gaat, is die tijd weg en zegt hij, ik doe het niet.